Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Welkom in Spakenburg bij de wedstrijd IJsselmeervogels tegen Excelsior 31. Een jaar of 10 geleden dat we hier in de topklasse onze wedstrijden speelden. Vandaag dus opnieuw deze clash tussen de rooien uit Spakenburg en uit Rijssen. Ik wens jullie heel veel kijkplezier.
5 tegen 1. De doelpunten die we dan, hè, dat is gewoon slecht verdedigen. Weet je, dat heeft, we kunnen er allerlei dingen aan halen, maar we hebben geen druk op de bal. We staan half ingedraaid, weet je. En dat is gewoon op dit niveau, dat kan niet. We moeten meer die over-mijn-lijk mentaliteit hebben in dat verdedigen. Het kost wat kost, hè, die nul proberen te houden. Alles wat in je vermogen zit, voorkomen dat we een doelpunt tegenkrijgen. Nou, en dat was gewoon niet het geval vandaag. Wat moet er dan anders in de kopjes bij jullie? Ik denk dat we het helemaal niet moeten hebben over tactiek, over voetbal, over een mannetje uit laten zakken. 3 achterop, 4 achterop. We moeten dus eerst maar eens onze persoonlijke duels gaan winnen, de mouwen opstropen en het snot voor onze ogen gaan rennen met elkaar. En dan mag iedereen in een spiegel gaan kijken wat dat anders is bij hem zelf. Dat zal ik ook doen. En dan is het volgende week op nul beginnen met elkaar. En dan als je dat met elkaar gaat doen, dan kun je het hebben over voetbal, over tactiek, over wie er wel waar uitzakt, over hoog op het veld, druk zetten, laag op het veld. Maar eerst maar eens de basis weer terug. En vanuit daar weer verder. Tot zover deze uitzending. Volgende week speelt Excelsior een thuiswedstrijd tegen Hercules. En u bent erbij. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.